Aan de rand van Nuenen, in stad van Gerwe, daar is het Trollenbos. En dit is een heel leuk uitje voor kinderen tot 10 jaar. Je bent de eigenaar samen met je man van dit Trollenbos. Waarom ben je dat begonnen? Ja, we hadden een stukje bos over. En we dachten, het is eigenlijk wel heel leuk om iets mee te gaan doen. Eerst dachten we varkens erin te laten lopen. Maar toen dachten we, de trollen die namen zo'n belangrijke rol in. En waarom trollen? Waarom geen kaboutertjes of iets anders? Dat past niet bij een varken. Het moest natuurlijk ook combineren in de eerste instantie met de varkens. En uiteindelijk namen de trollen hier zo'n belangrijke rol in dat we dachten van, ah, dat is zonde, daar gaan we iets leuks mee doen. Maar in de opbouw werd het zo leuk dat we dachten van, ah, is misschien ook wel leuk om naar andere mensen naar te laten kijken. En wat voor vergunningen heb je hiervoor nodig? We zijn natuurlijk eerst aan de gemeente gegaan van, joh, we zijn dit van plan, hoe gaan we daarmee om? Want het is natuurlijk een agrarisch gebied en dan heb je het probleem van... Daar kan je niet zomaar eventjes omgooien. Dus wat er dan gebeurt is dat ze gaan kijken, is het wel veilig genoeg? Maar ja, het wordt geen speeltuin. Het is een ervaringsbosje. Dus dan ben je al een heel stuk veiliger. En het gaat erom dat de kinderen gewoon in de natuur iets gaan ervaren. Jij hebt gekozen voor lieve, zachtaardige trollen. Ja. Want in de Noorse, of sowieso in de Scandinavische mythologie... heb je ook een ander soort trolletje wat kwaadaardig is. Ja. Kijk maar naar de Harry Potter films, ja. Tolkien, de boeken van Tolkien. Maar die van jullie zijn allemaal heel lief, aardig. Ze hebben allemaal een kort staartje. Ja, ja, en het zijn natuurliefhebbers bij ons. En dat willen we, vooral dat stukje is voor ons belangrijk. Dat de kinderen beseffen dat die trollen zo hard hun best doen om het hier op te ruimen. En ook met de natuur bezig te zijn. Dat niet alles nieuw hoeft te zijn. Hè? En laat je daar de kinderen ook in meedoen met het zoeken naar spulletjes voor de trol? Ja, ja, dat is dus een heel belangrijk leidraad in dit verhaal. Ze kunnen ook opdrachten doen. Bijvoorbeeld de kliko's die hier staan voor de trollen. Want die ruimen ook hun eigen rommel op. Ook heb ik gehoord dat er van opa's en oma's die hier met hun kleinkinderen kwamen... reuze enthousiast en ze voelden zich veilig ten opzichte van een speeltuin. Ja. Of een pretpark. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk maar heel klein. Het blijft ook klein. Het is overzichtelijk. En een kind, denk ik, tussen de leeftijd van 2, ons advies is 10 jaar... hoeft niet zoveel ruimte te hebben, maar wel ervaringen. En een kind mag ook eens tussen de blaadjes zoeken en brandnetels gaan plukken. Wel met handschoenen aan, maar toch. Die ervaring is wel heel leuk en spannend. En het is dus overzichtelijk. En Gijs, wat doe jij hier zoal? Want je helpt je moeder regelmatig? Ja, ik heb vooral meegeholpen met de opbouw. Toen ze aankwam met het idee, toen zijn we een beetje gaan kijken wat ze allemaal wou. Omdat heb ik met Ton dan samen een beetje... ja, gemaakt en een beetje hier alles opgezet. En op dit moment, ja, ik ga wel meehelpen met kinderfeestjes en dagen draaien, zeg maar. Maar ik heb tot nu toe nog vooral meegeholpen met de opbouw en met de realisatie ervan. Want hoe vaak is het hele jaar geopend of is het seizoensgebonden? Het is seizoensgebonden. Het is met, we hebben nu natuurlijk een topjaar. Maar in principe is het in het hoogseizoen, mooi weer, dan zijn we open. Op bepaalde dagen kun je op de website vinden of op Facebook. Daarbuiten gaan we op een gegeven moment dicht, zeg maar oktober. Dan gaan we dicht, want dan is het koud en naar in het bosje. Dan is het niet meer prettig hier. En dan hebben de trollen ook rust. Die gaan in winter slapen.